Goedendag. Duidelijk alweer wat meer bewolking dan afgelopen weekeinde. Deze foto die werd in de ochtend gemaakt. We zien opklaringen en wolkenvelden. En momenteel is dat op veel plaatsen zo in het land. Vooral in het westen is veel bewolking aanwezig. Kunnen we hier ook zien, de westelijke helft van het land. Terwijl in het noorden en oosten de zon nog wat vaker doorbreekt. En ja, hier gaat natuurlijk ook de temperatuur nog wat verder oplopen. Lokaal valt er al wat lichte neerslag. Vanmiddag kan er toch nog wel plaatselijk ook een stevige bui tot ontwikkeling gaan komen. Dit is een van de weermodellen. We zien dat nu in het westen eerst nog een spatje regen gevallen of een licht buitje in het begin van de middag. Maar in de tweede helft van de middag kan dat vooral toch wel een beetje in het grensgebied van Duitsland en Nederland gaan gebeuren. En dit model laat echt heel veel buien zien. Of het zover gaat komen, dat is nog een beetje de vraag. Het meeste buienactiviteit wordt boven Duitsland verwacht. En morgen dan krijgen we een droge dag, vrijwel droge dag, waarbij de wind uit noordelijke richtingen gaat waaien. En dan wordt het toch echt wel een stuk frisser. Want vanmiddag kan die temperatuur in het oosten nog wel oplopen naar zo'n 17 tot 19 graden. In het westen, waar die bewolking meer aanwezig is, wordt het wat minder warm. Kans dus op een stevige bui, misschien ook wel met onweer en hagel. Dat is helemaal niet uitgesloten. En de wind die gaat uit het noordwesten waaien en is overwegend matig. En dan morgen, dan zien we een droge weerkaart met lage temperaturen. In het noorden 10, 11 graden. In het zuiden kan het nog 12, 13 graden worden. De wind waait uit het noorden en is meest matig. En er staan nog best wel wat zonnetjes in de kaart. Maar ik denk toch op veel plaatsen de bewolking zal overheersen. Op woensdag kan de zon wel weer wat vaker tevoorschijn komen. Wind gaat dan meer uit het noordoosten waaien. En dan kunnen de temperaturen weer voorzichtig iets gaan oplopen. Nog fijne dag.